Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Het is niet zo vaak dat ik iets gloednieuws heb. Meestal is het al een keer gebruikt. Maar deze keer heb ik een Roco NS Vectron. Met de handleiding, de aanvulling op de handleiding. En de Vectron zelf natuurlijk. Er zijn een heleboel losse onderdelen bij die dan erop mogen. Zo. Deze is de analoge. Ik heb hem niet gekocht met decoder of met geluid, omdat ik zelf hier nog een decoder hoop te hebben liggen. Er moet een 24 of 26 pins decoder in. Dat is even zoeken dadelijk. De NS Vectron is bedoeld voor internationale treindiensten. En zoals naar Berlijn. Of ik geloof dat deze nu op dit moment met name gebruikt wordt voor de Nightjet naar Wenen. Het heeft het... Als ik me niet vergis, heet het flow design van de NS. Wat volgens mij van de website komt dat ze nu ook op de locomotieven printen. Net als op de nieuwe dubbeldekkers. Mijn rollenbaan zit op analoog. Ik laat hem even een klein beetje rijden om te zien of de verlichting en zo wat hij doet. Ik ga hem hierna smeren. Voorzien van een decoder. Maar ik ga hem dadelijk zeker even in detail laten zien. Op een mooier stukje baan. Heb ik stroom? Ik heb stroom. Hij heeft achter mode mooie rode verlichting. Voor de witte. En die wisselt ook met de rijrichting. En ik heb gezien dat er schakelaars in zitten. En daar staat iets over in de handleiding. En het kan goed zijn dat dit met alle nieuwe Roco modellen zo is. Maar het is zo te zien mogelijk om een van de twee verlichtingen permanent uit te schakelen met een schakelaar. Maar ik kan me vergissen, mijn Duits is niet zo heel goed. En hier staat hij op een mooier stukje spoor. En dit is met de recent gerestaureerde wagons klaar om naar Berlijn te rijden. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag een volgende keer. Deel en like en subscribe en alvast bedankt.